Hallo allemaal, welkom bij dit hoorcollege over het non-Hodgkin-lymfoom. De vorige les hebben we gesproken over het Hodgkin-lymfoom en dit hoorcollege gaat over non-Hodgkin-lymfoom. Jaarlijks worden er in Nederland 3000 à 4000 nieuwe patiënten per jaar gediagnosticeerd met het non-Hodgkin-lymfoom. Ik ga dit hoorcollege beginnen met uitleg te geven over de lymfe en het lymfevatenstelsel. En daarna gaan we verder met de kenmerken van het non-Hodgkin-lymfoom. In zorgpad kun je hier alleen het onderdeel over vinden maligne lymfomen. Dus gebruik ook overige bronnen om je te verdiepen in non-Hodgkin. Gebruik betrouwbare bronnen op internet. Nou, door het lymfestelsel in het lichaam stroomt lymfe. Dit is een heldere, lichtgele vloeistof met voornamelijk witte bloedcellen en rode bloedcellen. De witte bloedcellen bestrijden infecties in het lichaam en grote groepen lymfevaten bevinden zich bij de oksel, in de liezen, het onderlichaam en de hals. In de vorige les hebben we ook een foto besproken waar alle lymfevaten en lymfeknopen zich bevinden. Nou, als lymfocyten ongeremd gaan groeien, noem je het lymfoom. De ziekte van Hodgkin is daar dus een voorbeeld van, en non-Hodgkin. Nou, het kan ontstaan in lymfeknopen, de milt, de amandelen, het beenmerg en de zwezering. Dus daar kan het ontstaan. We hebben besproken dat Hodgkin zelf vaak in één lymfeklierstation begint en ontstaat. En bij non-Hodgkin kan het dus in een lymfeklierstation, maar ook in de milt, de amandelen, het beenmerg en de zwezering. En daarna kan het zich nog gaan nestelen in andere organen. Daar komen we later nog even op terug. En tot nu toe is de oorzaak onbekend. Het non-Hodgkin-lymfoom is een vorm van lymfeklierkanker. Nou, het is dus een verzamelnaam van alle soorten lymfeklierkanker die geen ziekte van Hodgkin zijn. De ziekte van Hodgkin hebben we vorige week besproken. Het gaat om één type B-lymfocyt. En dit, non-Hodgkin, is een verzamelnaam van alle soorten lymfeklierkanker die geen Hodgkin zijn, dus die wel non-Hodgkin zijn. De ziekte komt het meeste voor wanneer je boven de 45 jaar bent en mannen krijgen het iets vaker dan vrouwen. Ieder jaar krijgen dus ongeveer 3.000 tot 4.000 mensen de diagnose non-Hodgkin-lymfoom te horen. Dus dat is een stuk meer dan mensen die de diagnose Hodgkin ontvangen. Het verschil tussen een Hodgkin-lymfoom en een non-Hodgkin-lymfoom is het type cel waar het uit ontstaat. Bij de ziekte van Hodgkin gaat het om één specifiek type cel, de B-lymfocyt, één speciale type B-lymfocyt. Terwijl non-Hodgkin-lymfomen uit verschillende type cellen kunnen ontstaan, verschillende B-lymfocyten, weer andere, en T-lymfocyten. Nou, er zijn wel 50 vormen van Hodgkin, of non-Hodgkin-lymfomen. En elk type lymfoom, die ziet er anders uit onder de microscoop, heeft verschillende genetische kenmerken, gedraagt zich anders en vraagt dus ook een specifieke behandeling. Het non-Hodgkin-lymfoom is dus een verzamelnaam voor heel veel verschillende soorten lymfomen. Nou, iedere vorm heeft weer net iets andere eigenschappen, maar toch kun je een onderverdeling maken in twee groepen: de indolente en de agressieve lymfomen. De indolente vorm is tamelijk mild en de lymfocyten die delen langzaam. En de agressieve vorm deelt veel sneller en die komt in 60% van de gevallen van non-Hodgkin voor. Ik ga je nu nog wat specifieker uitleggen de indolente non-Hodgkin lymfoomvorm en de agressieve non-Hodgkin lymfoomvorm. De indolente vorm. Deze lymfomen bestaan uit cellen die langzaam groeien. Ze veroorzaken dan ook geleidelijk klachten en meestal zijn ze ongeneeslijk. Deze lymfomen heten ook wel lymfomen met een lage maligniteitsgraad. Ongeveer 1/3 van de patiënten heeft deze vorm. De agressieve non-Hodgkin-lymfoomvorm
Deze lymfomen bestaan uit cellen die snel groeien. Dat zit al in het woord, hè, agressieve vorm. Ze verspreiden zich snel, veroorzaken snel klachten. En als ze niet worden behandeld, zijn ze dodelijk. Deze lymfomen heten ook wel lymfomen met een hoge maligniteitsgraad. Ongeveer 2/3 van de patiënten heeft deze vorm. Als je deze vorm niet behandelt, is die dodelijk. Maar als je hem wel behandelt, is die goed te behandelen. Een andere indeling die gemaakt wordt, is in het soort lymfocyt waaruit het lymfoom is ontstaan. En er zijn twee verschillende soorten lymfocyten. De B-lymfocyten en de T-lymfocyten. Deze twee typen hebben ieder een andere taak bij de afweer. Nou, ga je uitleggen wat de B-lymfocyten en de T-lymfocyten doen. De B-lymfocyten zijn witte bloedcellen die ziekteverwekkers of vreemde cellen herkennen en met deze kennis uiteindelijk uitrijpen naar plasmacellen. Ze vormen het onderdeel van het afweersysteem dat afweereiwitten maakt. Dus eigenlijk dat de antistoffen gaat aanmaken. Nou, en deze antistoffen zijn heel specifiek gericht tegen die ziekteverwekkers of die vreemde cellen. De T-lymfocyten zijn een ander onderdeel van het afweersysteem. Er bestaan verschillende soorten T-cellen, T-lymfocyten. Sommige helpen het afweersysteem bij het vernietigen van zieke cellen. En deze T-cellen heten dan helpercellen. Andere maken stofjes om vreemde cellen te doden. Deze T-cellen heten cytotoxische cellen. Nou, belangrijk is om te weten dat zowel de B-cellen, de B-lymfocyten, als de T-cellen, de T-lymfocyten, allebei indolent of agressief kunnen zijn. Dus de indolente vorm en de agressieve vorm, zoals ik besproken heb op de vorige dia. 2/3 van de non-Hodgkin-lymfomen ontstaan in de lymfeklieren. Nou, deze kenmerken zich doordat een lymfeklier begint op te zwellen. Bijvoorbeeld in de hals, of in de oksel, of in de liezen. Nou, het doet niet altijd pijn, hè? Maar het is wel gevoelig als je op de zwelling drukt. Nou, de overige non-Hodgkin-lymfomen ontstaan in lymfeweefsel bij een van de organen. Nou, hierdoor kan het aangedane orgaan gaan opzwellen en beschadigd raken. Nou, staat er noem 5 symptomen. Probeer alvast voor jezelf te bedenken wat voor symptomen zouden deze aandoening dan bij de patiënt geven. Nou, naast zwelling zijn er andere symptomen van non-Hodgkin, zoals koorts, gewichtsverlies en verminderde eetlust, vermoeidheid, hè, zonder dat er een duidelijke reden voor is, veel zweten, vooral met name 's nachts, dat je badend in het zweet wakker wordt. Nou, als je deze symptomen hebt, hoeft het natuurlijk niet te betekenen dat je non-Hodgkin hebt. Maar als een lymfeklier langer dan 2 weken gezwollen is, of andere symptomen blijven langer aan, dan moet een patiënt zeker naar de huisarts toe gaan. Op dit plaatje zie je de organen in het menselijk lichaam. Het is niet zo dat alle organen die je ziet op dit plaatje, dat daar non-Hodgkin kan ontstaan. Zoals ik al eerder heb gezegd, 2/3 ontstaat in een klier. En 1/3 ontstaat ergens anders. En helemaal in het begin heb ik verteld, lymfeknopen, of ja, dat zei ik al net, hè, de mild, amandelen, beenmerg, zwezerik. Maar het kan zelfs ook in de maag, longen en schildklier ontstaan. Dus het ligt aan hoe het lymfevatenstelsel loopt, hè, en waar met lymfe bij een, als omliggend weefsel bij een orgaan aangetast wordt, dan wordt dat orgaan beschadigd. Hoe stel je een diagnose van non-Hodgkin? In de vorige les hebben wij besproken ook hoe je een diagnose kunt stellen bij Hodgkin. Daar, bij die dia staan nog een aantal onderzoeken bij. Die zouden bij deze dia ook goed passen, hoor. Maar ik heb het nu even voor de belangrijkste eruit gehaald. We beginnen bij het lichamelijk onderzoek. Bedenk voor jezelf wat voor lichamelijk onderzoek je nu zou doen. Ja, jij of de arts om die bij kan dragen aan het stellen van een diagnose van non-Hodgkin. Schrijf deze op. Kom daar in de les op terug
als je daarover twijfelt of iets over wilt vragen. En datzelfde geldt voor bloedonderzoek. Want in de vorige les heb ik eigenlijk al besproken wat je mogelijk kunt prikken. Wat kan bijdragen aan de diagnose stellen. Schrijf dat weer op en kom daar mogelijk in de les op terug, mocht dat niet duidelijk zijn. Je kunt een biopt afnemen van het aangedane weefsel en of het beenmerg. Het maken van röntgenfoto's. Nou, waar zou jij nou een röntgenfoto van laten maken? Noteer dat en kom daar even zo op terug als je twijfelt of je antwoord goed is. En hetzelfde geldt voor een CT-scan. Maak je nou een CT-scan van een bepaald onderdeel van het lichaam of zeg je ik maak een CT-scan van het hele lichaam? Zo ja, waarom zou je dat doen? En waarom zou je dat bij non-Hodgkin juist wel of juist niet doen? Een scan maken van het hele lichaam of maar een deel van het lichaam? Dit is het einde van het hoorcollege. Bedankt voor het luisteren. Noteer je vragen, maak aantekeningen, maak een samenvatting. In de les gaan we nog dieper op de theorie in. Je krijgt veel vragen, bereid je goed voor. En vanuit daar gaan we weer verder met de stof. Tot dan!